Ik heb in vlogs zoals deze al heel vaak benadrukt hoe ongelooflijk complex de ziekte van Parkinson is. En een voorbeeld van die complexiteit is blaasproblemen, die ook een onderdeel zijn van dat hele complexe beeld dat we samen Parkinson noemen. Blaasproblemen zijn om een aantal redenen ongelooflijk belangrijk om aandacht aan te besteden. In de eerste plaats omdat het voor mensen die last hebben van een onwillige blaas, en dan heb je het over vaak moeten plassen, maar ook niet goed uit kunnen plassen, vaak nachtelijk moeten plassen. Dat is voor mensen natuurlijk op zijn zachtst gezegd irritant. En dat kan natuurlijk zelfs heel invaliderend worden, want je moet de hele tijd kijken of er een toilet in de buurt is. Het beperkt mensen in hun mobiliteit en hun zelfstandigheid. En het gaat natuurlijk ook begrijpelijkerwijs gepaard met gevoelens van schaamte. Het zijn niet de leukste dingen om over te praten, ook met de buitenwereld, met je partner. Dus het is een uitermate irritant tot invaliderend probleem. Een tweede reden waarom het absoluut aandacht heeft, is dat mensen dat als het ware zelf behandelen door minder te gaan drinken. En dat snap ik, maar tegelijkertijd is dat heel onverstandig, want veel drinken is juist heel belangrijk voor mensen met Parkinson, omdat je daarmee voorkomt dat je luie darmen krijgt, obstipatie. En dat is weer heel belangrijk om de werkzaamheid van de pillen goed te waarborgen. En bovendien kunnen mensen met Parkinson, zeker na vele jaren ziekte, ook problemen met de bloeddruk krijgen, duizelig bij opstaan, en ook daarvoor helpt veel drinken. Dus weinig drinken is een slechte raadgever, maar het is wel een automatische reflex. Dus om die reden moet je ook aandacht besteden aan blaasproblemen, die proberen te verhelpen, zodat mensen weer voldoende kunnen drinken. En een derde reden is dat die blaasproblemen ook een indicatie kunnen zijn dat het überhaupt met die urinewegen niet goed zit. Dus hoewel mensen als klacht vaak hebben, ik moet vaker plassen, is de realiteit dat ze daarbij ook vaak onvoldoende goed uitplassen. En als er zo'n pool van stilstaande urine achterblijft in de blaas, kan dat een bron zijn van blaasinfecties. En een blaasinfectie is vervelend, want dat kan de symptomen van de Parkinson echt fors verergeren. Verslechteringen van Parkinson zijn niet zelden gerelateerd aan blaasontstekingen. Maar erger nog, zo'n blaasontsteking kan, wat we in medische termen noemen, opstijgen en via de uretra de nieren bereiken. En dan krijg je een nierbekkenontsteking. En dat kan echt heel gevaarlijk zijn. En zelfs leiden tot opnames in het ziekenhuis. We weten uit bijvoorbeeld onderzoek in Engeland dat ontspoorde blaasinfecties een van de belangrijkste redenen zijn waarom Parkinson zo'n kostbare ziekte is en waarom mensen naar het ziekenhuis moeten gaan. Dus reden te meer om de aandacht aan te besteden. Nou, mensen met Parkinson komen er zelf niet altijd mee, misschien wel omdat ze niet altijd de link leggen tussen Parkinson en blaasproblemen, maar die zijn er dus wel degelijk. Dus mensen met Parkinson zou ik willen aanmoedigen om het in ieder geval ter sprake te brengen bij de verpleegkundige, verpleegkundig specialist, of bij de arts, of ook bij de huisarts natuurlijk. Want ze zijn wel degelijk, op zijn minst voor een deel, behandelbaar. En complicaties zijn op zijn minst voor een deel te voorkomen. En aan collega artsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, eigenlijk wie dan ook maar te maken heeft met Parkinson, als je nou toevallig achterkomt, omdat je merkt dat mensen vaak naar het toilet moeten gaan, of het terloops tegen je noemen, vraag door en wijs mensen erop dat het belangrijk is dat ze dit ter sprake brengen met iemand die verstand van zaken heeft, zodat er gekeken kan worden of het behandeld kan worden. Huisarts kan er van alles in betekenen. Neuroloog en de verpleegkundige kunnen er van alles in betekenen. En soms kunnen we zelfs een uroloog inzetten. Kortom, een belangrijk onderwerp met heel veel impact op Parkinson, wat onze aandacht verdient.